Hoi, ik ben Tess Kees van de Fietsersbond en in dit filmpje ga ik je het verschil uitleggen tussen een rotatiesensor en een krachtsensor. Ik heb hier een elektrische fiets met een rotatiesensor. De motor zit in het voorwiel en bij de trapas zit een rotatiesensor en die kijkt of de pedalen draaien. Op het moment dat je gaat fietsen, denkt hij, ah! Je gaat fietsen, dus moet de ondersteuning aan. Bij een elektrische fiets met een rotatiesensor wordt er eigenlijk niet gekeken hoeveel kracht je op de pedalen zet. Hij kijkt alleen of ze bewegen en dan gaat de motor aan. En dat betekent ook dat het eigenlijk niet uitmaakt hoeveel kracht je zet. Als je gewoon de pedalen heel licht aanraakt, kan de motor al volle ondersteuning geven. Nou, je ziet ook dat hij eigenlijk, omdat hij alleen maar kijkt naar het draaien, een beetje vertraging heeft. Je moet eerst de pedalen een stukje draaien en dan gaat de motor pas van start. Hetzelfde geldt eigenlijk bij stoppen. Als je je pedalen stopt, gaat de motor nog heel even door en dan stopt de ondersteuning. Nou, zo'n rotatiesensor heeft één groot voordeel ten opzichte van een krachtsensor. Omdat je eigenlijk de ondersteuning onafhankelijk is van wat je zelf doet, kan je eigenlijk met heel weinig inspanning kan je toch de volle ondersteuning krijgen. Dus als je vrij zwak bent in je benen of gewoon met weinig inspanning wilt fietsen, kan je toch de volle ondersteuning krijgen. Als je een elektrische fiets met rotatiesensor gaat kopen, let dan goed op hoe de ondersteuning start. Bij deze fiets gaat het eigenlijk vrij soepel. Op het moment dat de ondersteuning in gang komt, gaat het heel geleidelijk. Maar je hebt ook fietsen waarbij dat eigenlijk veel te fel en te abrupt gaat. Dus dan ben je aan het fietsen en dan opeens bam! Ik heb hier een elektrische fiets met naast de rotatiesensor ook een krachtsensor in de motor. En wat die doet is, op het moment dat je de pedalen draait, kijkt hij niet alleen of ze bewegen, maar ook hoeveel kracht je op de pedalen zet. Fietsen met een krachtsensor voelt natuurlijker aan dan fietsen met een rotatiesensor. En dat komt eigenlijk omdat je met een krachtsensor je beenkracht eigenlijk versterkt wordt. Dus het lijkt alsof gewoon je spieren wat sterker zijn. En je blijft eigenlijk op dezelfde manier fietsen als dat je gewoon al deed. Nog een groot voordeel van die krachtsensor is dat die geen vertraging heeft in het starten en stoppen. Dus als je begint met fietsen, dan krijg je gelijk ondersteuning. En stop je met trappen, dan stopt ook gelijk de ondersteuning. En met de ondersteuningsstanden regel je hoeveel je spierkracht versterkt wordt. Bijvoorbeeld in de turbostand wordt het 250% extra en bijvoorbeeld in de ecostand 100% extra. Je kan vaak in de specificaties van de motor ook zien bij welke stand hoeveel je spierkracht versterkt wordt. En wil je zelf het verschil ervaren tussen een rotatiesensor en een krachtsensor? Kom dan naar de e-bikes experience en test het uit op het testparcours.